Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb al van alles gedaan. Vaatwasser weer uitgeruimd, ingeruimd. Geen hekel aan, maar ik doe het wel. De was aangezet, ik heb nog het een en ander opgeruimd. Ik heb hier wel twee kinderen rondlopen natuurlijk, Liam en Sam. Dus ik zit nu heel even met Sam, want die had dat even nodig. Joef heeft ik. Moet denken in de breedte groeien of zo, want in de lengte groeit ze niet meer. Ja, dat. Straks, als hun allemaal op bed liggen, kan ik meer doen natuurlijk. Maar hè, we doen het zoals het gaat. Liam is lekker met speelgoed aan het spelen. Dus het komt allemaal goed. Ik ben natuurlijk de hele tijd bezig, podcastje aan en alles. Kindje liggen lekker op de bank. Liam die is vannacht ook wakker geweest. Ik heb altijd zo moeite om te bewegen. Liam, daar, die. Dat kind. Is vannacht ook wakker geweest, want het was ook verschrikkelijk heet. Dus ja, hè. Ik snap dat wel. Nu waait het huis allemaal lekker een beetje door. En is het lekker fris aan het worden. Ik heb boven wel droger aan staan. En de wasmachine en hier de vaatwasser. Ik heb net ook weer opnieuw alles aangezet. Alleen de vaatwasser die laat nog even op zich wachten. Maar ja, alles moet wel schoon zijn, hè? Dus ja. Verder kan ik nu niet zo heel veel doen. Dat kan straks pas als de kinderen op bed liggen. Want als ik nu aan het speelgoed van de kinderen ga beginnen, dan is het jee, pijnzooi maken. Dus ik zorg gewoon dat het hoognodige gedaan is, zodat ik vanavond de rest kan doen. Dus vandaar. Maar ja, hè, het is zoals het is. En de vloer plakt wel, maar dat doe ik straks allemaal wel. Dat heb ik nou echt om ruzie te gaan maken met de kinderen, dat heeft geen nut. Dus dat doe ik straks. Oeh. Ja, dit past allemaal nog net niet bij mijn staart, hè. Maar ja, we hebben de Bambix-bende compleet gemaakt. We hebben deze grote vent opgehaald. Die zit nou lekker chips te eten. Hij heeft het goed gedaan op school. Wilde geen fruit eten. Maar ja, hè. Snap ik ook alweer. Die andere twee van de Bambix-bende die liggen te pitten. Jordi, ik vind je echt geweldig, hè. Maar waarom? Even kruimelt altijd alles. Deze twee liggen dus te slapen. En ik ga er een aparte video van maken, want ze hebben echt heel mijn huis vol gestopt ermee. Wij hadden eentjes bij vrienden van ons door het hele huis gestopt. We hebben allemaal van die bingo dingetjes bij ons door het hele huis gestopt. En ze hebben ook overal bingo kaartjes verstopt. Dus ja, daar ga ik een aparte video van maken. En ja, dan gaan jullie uiteindelijk zien wat mijn buit gaat zijn. En dat gaat wel even duren, deze video, want ja, ze hebben het in de tuin verstopt, ze hebben het overal door het hele huis verstopt. Dus Jordi had kleding nodig. Let niet op de puinzooi achter me, ik moet dat nog steeds doen. Ik ga die even met jullie unboxen, zoals dat gezegd wordt. Jordi had kleding nodig aan zomerkleding, want hij had niet zo heel veel korte broeken, hij heeft niet zo heel veel t-shirts, want hij is ook wel aan het uitgroeien. Het kind groeit als kool, hij krijgt popcorn van zijn moeder. Dus ja, hè. Je hoort Liam op de achtergrond, want Liam die ligt in bed en die denkt bij zijn eigen, ik kan de boel nog even op stelte zetten. Maar goed, ja, wat ik dus heel belangrijk vind is dat bijvoorbeeld bij Jordi zijn luier niet te zien is. Met maatje 122, 128 zie je gewoon zo'n stuk luier. Dat is niet de bedoeling. Dus we zijn naar 134, even kijken, maatje 134, 140 aan het gaan. Nou heb ik sommige dingen in 134 besteld, sommige dingen in 140, sommige dingen in 134, 140. Dus ja, nou heb ik deze besteld. Dit is een pakje. Vond ik persoonlijk heel leuk.
Maar ik heb ook tegelijkertijd een beetje gekeken naar wat een beetje samen kan. Dus bijvoorbeeld bij deze kan ik ook nog afwisselen met deze. Dat leek mij dan wel weer leuk. Dus dan heb ik dit broekje van dit pakje. Maar daar kan dan ook nog dit shirt op. Dat was dus de gedachte. Liam is de boel aan het afbreken. Niels is boven. Dus ja. Dan heb ik... Ja, en ik kan hier niks aan doen. Ik moest deze er gewoon bij hebben. Een shirt van Spider-Man. En daar staat op... With great power comes great responsibility, Spider-Man. En daar heb ik dan deze groene broek op. Nee, wacht, voor wat anders. Daar heb ik deze op. Daar heb ik deze op. Deze. Zo, dat vond ik wel leuk. En dan had ik deze groene broek. Wacht, ik zie in één keer hoe ik het bedacht had. Het is al laat, hè? Het is al laat. Laten we het daarop benoemen. Daar kan ook deze op. Dit is met dinosaurus dinges. Dus dat had ik bedacht. Maar dan had ik dus deze groene broek. Deze. En daar had ik dan weer. Deze op bedacht. Zodat het zo is. En de tekst die erop staat is: Happiness comes in waves. Ik vind dat dan leuk. Ik vind dat dan bij Jordi passen. Dus ja, vandaar. En dan heb ik nog een pakje. Dit is trouwens allemaal in de sale. Behalve deze korte broeken. Maar dat ga ik jullie zo laten zien. Dan heb ik nog dit pakje. Dus dit t-shirt. En deze broek. Vond ik ook wel heel leuk voor Jordi. En dan heb ik nog een pakje. Dat is dit t-shirt. Een fijne stof. Met deze. Ik hou wel van pakjes bij Jordi. Vind ik altijd wel heel leuk. Maar ik zorg ook altijd wel dat ik iets van een backup heb. Dat hij zijn t-shirt aan kan houden. En het broek alleen maar hoeft verwisseld te worden. Daar hou ik ook altijd wel van. En omdat ik dus zeg, ik hou wel van pakjes, dan snappen jullie mij nu ook. Dit was in de sale, deze t-shirt. Maar ik dacht dus bij mij van ja, ik vind het eigenlijk leuker om dan ook een bijpassend iets bij te hebben. Of waren die broekjes nou in de sale? In ieder geval, één van die twee waren in de sale. Dan heb ik deze. En daar past deze bij. Tada! Dus dan heb ik weer een pakje. Tadaa, hoe leuk is dat? En dan heb ik deze korte broek. En daar heb ik dan dit shirt bij. Hoe leuk is dit? Ik vind dat leuk. Ik vind het gewoon geweldig leuk. En dit zwarte broekje, daar staat dus niks op. Dus die kan ik ook weer bij iets anders gebruiken. Maar dan hebben we ook nog deze. Hoe leuk is dat? Nogmaals, ik ben gewoon van mening dat bij Jordi pakjes het leuk staat. Dus vandaag. Ja, ik ben helemaal blij. En ik ga ze straks, of nee, morgen even doorslaan. Ik sla ze altijd door in de wasmachine, dat ze even schoon zijn. En dan hang ik ze op. En dan kan Jordi ze van de week gewoon lekker aan. Maar het ding is dus, Jordi die poept gewoon af en toe heel veel. En dan
kom ik gewoon korte broeken tekort. T-shirtjes ook wel eens, omdat het af en toe tot aan zijn nek vol zit. Dus je komt nog wel eens wat tekort. En hij groeit gewoon echt als kool momenteel. Dus ik heb het gewoon nodig. En ja, vandaar dat ik zoiets had van, hé, het is nou sale. Er ging gewoon echt bekant de helft af. Dus ja, er ging gewoon de helft af. Dus vandaar dat ik zoiets had van, hé, kinderbijslag komt eraan. Ik ga het vast aanschaffen, want het kind heeft nodig. Voor Sam en Liam heb ik eigenlijk gewoon alles. Daar hoef ik niks voor aan te schaffen. Die hebben gewoon kleren. Maar Jordi, ja, die had gewoon nodig. Dus vandaag. Een hele goede dag. Ik heb helemaal niet veel gedaan. Het is nu 2:50. Ik moet Jordi op gaan halen, maar ik heb dus een probleem. Ze willen niet wakker worden. Dus wat ga ik doen? Ik ga ze slapend in de auto zetten. Dit is de eerste keer dat ik het ga doen. We gaan zien hoe het loopt. Ik zal toch Jordi op moeten halen. Dus ik ga ze snel in de auto zetten. En als ik aan denk, laat ik even zien of het gelukt is. Het is half gelukt. Sam die slaapt. Liam is wakker geworden, maar die is wel zo gein nu op zijn moeder. Maar goed, we gaan Jordi halen. Ik ben ondertussen eten aan het koken. Weetboontjes met kip iets en aardappeltjes. Oh. En ik word ondertussen gedwongen om te knuffelen. Hè? Ja. Nee, Sam hoef je niet weg te duwen. Sam zat hier eerder dan jou. Jullie mogen allebei met mama knuffelen, jongens. Dus dat. Ah, oh, doe jij Sam knuffelen? Dat is lief. Ja, je bent lief. Nee, nou is het klaar. Ja. Oh, dit is lief. Oh. Oh, dat je grote broer jou knuffelen. Oh. Jordi zit daar. Dus ja. Ja, dank. Afblijven, hè, is warm allemaal. Dus ja, soms zitten we gewoon zo. Hé, hey, nee, je gaat er niet bij komen nou. Joef, ga weg. Joef! Ik hou heel veel van je, meisje, maar nee. Ik word bedwelmd. Ah, dat is gevelen. Oh, was lief. Dus ja, dat. Lekker hoor. Dank. Ja, dank. Ja, nog even aan mama is spullen vergeten door jullie. Door allemaal houten speelgoed. Oh, nou komt het vlees. Ik heb net mijn voorgerecht gehad, nou komt het vlees. Nou komt het niet. Doe maar even aan, Liam. Dank, oh, recht in mijn gezicht. Ik moet opstaan, vriendjes. Kom, staan. Goed zo. Nee, niet zo zitten. Moet de mama toch niet opstaan? Laatste. Ik ga gauw proberen op te staan hier. Want Liam die heeft natuurlijk een tijdje terug die stenen gehad. En deze... En deze heeft hij van het weekend gehad met deze. En hij was zich een beetje aan het vervelen. Dus ik heb eventjes een baan gemaakt. Kent hij lekker oefenen. Is goed voor het oefenen. Voor de stabiliteit. En hij vindt het leuk. Lekker oefenen.
Ja, ga je teruglopen? Laat maar zien hoe goed jij dat doet. Oh. Laat je broer met rust. De kindjes liggen in bed. Ik ben dan nog even bij Jordi geweest, want hij wilde niet 1, 2, 3 slapen. Hij pakte me bij mijn nek vast, zo van, je bent van mij. Dus ik heb heel even met hem lekker geknuffeld. Liam en Sam liggen al te slapen. Jordi ligt bijna te slapen. En nu ga ik hier de bende opruimen. Ook buiten ga ik even opruimen, want Liam die heeft een cadeautje gehad. De graafmachine van Julan en Nout. Dus dit ding. En die daarachter heeft hij ook gehad. En hij heeft natuurlijk een zandbak waar hij in kan graven. Maar die zandbak ligt helemaal vol. Dus ik zeg tegen Niels, weet je wat je moet doen voor mij? Ik heb een hele grote wasmand. Maak er even wat gaatjes in. Dus dat heeft hij gedaan. En dan kan ik eventjes al die shitzooi daarin gaan gooien. Dus dan ga ik heel eventjes in de achtertuin even aan de slag. Ondertussen is mijn vaatwasser klaar. Kan ik hier verder gaan opruimen. En dan, ja, is het hopelijk een keer klaar. Broodjes smeren voor Jordi en voor Niels. En kleding pakken voor de kinderen voor morgen. Want morgen moet Sam naar school en Jordi. Dus aan de slag. Inmiddels regent het, maar ik heb opgeruimd. Ik heb gedaan wat ik wou. Dus dat. Ik heb de planten allemaal water gegeven, daar ook opgeruimd. Dus ja. Het is weer netjes. En dan ga ik binnen aan de slag. Oeh. Oh, en mijn vaatwasser is klaar. Dus ik kan gelijk goed beginnen. Een hele goede morgen. Ik had verwacht dat het iets warmer zou zijn. Dus ik liep straks in mijn jurkje. En ik dacht, gezellig, fijn, leuk. Ik heb de kinderen sowieso al een lange broek aangedaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ik had geen jas meegenomen voor Sam. En we moeten Sam nu ophalen. Ik zelf heb in plaats van een jurkje nu een lange broek aan met een t-shirt. Ik heb Tosti paraat. En ik ga nou even gauw Liam klaarmaken. En het jasje van Sam in de buggy doen. Zodat we Sam kunnen gaan ophalen. Ik die dacht, we hebben fysiotherapie. Staat ook op de kalender. Hier, ik heb altijd staan Jordi Fysio. Staat hier ook niet op de kalender. Maar hey. Men die zit in het systeem dat we fysio hebben. Maar goed, ik moest toch nog naar de winkel. Dus het maakt helemaal niks uit. Dus dat ben ik daarna gelijk gaan doen. En ik had gewoon een aantal dingetjes even nodig. Waaronder deze. Want ik wilde mijn teennagels gedaan hebben. Want het ziet eruit. Ik wilde gewoon heel even iets anders. Dus dat. Ik heb meestal in de zomer wel iets van mijn teennagels gedaan. Maar de nagellakken die ik had, die heb ik weg moeten doen. Want die waren niet meer zo lekker. En ik had deze bij de Acetion gevonden. Vond ik helemaal geweldig. Ik denk, ja, dat is leuk. Daar kan ik iets in doen. En Jordi vindt dat altijd heel fijn. Dus dan kan Jordi ondertussen mijn tas knuffelen. Heb ik heel slim gedaan, vind ik. En ik had deze nodig. Want ik moet dat specifieke pompje hebben. En ik heb de spray nodig. Dus dat. En voor de rest vind ik nog wel weer iets anders. Dus dat is alleen maar mooi. En ik had dorst. Niels die zit vandaag in Antwerpen. Die komt als goed straks ook nog thuis. En bij de Action hadden ze ook kinderzonnebrillen. Dit was de enige die ik leuk vond. Dus die heb ik voor Liam gekocht. Dus ja, oh, en wacht, ik had nog iets.
hebben natuurlijk zwembad en alles en zo. Ik heb ook nog een puddle jumper. Ik heb ook nog gekocht voor als extra. Want daar doen Liam en Sam het heel goed op. Is het nou zo dat er eentje kapot gaat, heb ik altijd de reserve. Want ja, ze gaan nou eenmaal graag in dat zwembad. Dus, En als we nou ergens komen waar een zwembad is, dan kunnen we er altijd in. Want ik heb altijd twee van die dingen, minimaal. Dus dat. Heb ik nog meer te melden? Nee, eigenlijk niet. Ik heb niet meer te melden. Maar ja, ik was, dacht dus dat ik een afspraak had die ik niet had. Maar dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Je moet altijd, als je iets vergeten bent, moet je altijd het beste ervan maken. En dat doe ik nu. Ik ben wel helemaal leeg nu. Ik ben moe. Maar goed, dat kan. Vanavond ga ik lekker iets voor mezelf doen. Vanavond ga ik deze lelijke dingen doen. Dus dan wordt het weer wat mooier. Dat is een knoop. Nee, zachtjes doen. Mama, zachtjes aaien. Dat kon je net ook. Maar nou ik de camera erop zet. Je moet mama zachtjes aaien. Toen ik net de camera nog niet aan had staan. Auw. Toen ik net de camera nog niet aan was staan, was hij me heel lief aan het aaien. Was heel lief zo aan het kriebelen. En nou ben je aan het monsteren. Wat verdorie. Auw, niet trekken. Niet trekken. Niet trekken. Kijken, felle rat. Hier. Je hoeft niet gekust te worden. Waar is kindje? Kindje kusje? Zo doen we dat. Hier, zo doen we dat. Haha. Lekker puh. Lekker voor je. Lekker voor je. Dag Joefie. Nee, ik hoef niet gekust te worden. Joef! Kindje kusje? Moet kindje kusje? Waar is kindje? Waar is kindje? Nee, Joef, kindje. 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 Waar is kindje? Kindje kusje? Woehoe! Kindje kusje! Kindje kusje. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb, ze zijn niet helemaal geworden zoals ik wil. Maar het is zoals het is. Jordi naar school gebracht. En Liam naar school gebracht. Dat moet je straks ook weer halen. Ja. Ja. Dus ja, hè? Verder merk ik dat ik gewoon even een beetje moe ben. Vanavond op tijd naar bed. Dus het komt goed. Voor de rest heb ik niet zoveel te melden. Ik ben even een broodje kaas aan het eten. Ik heb dit allebei gesmeerd, maar of ik het opkrijg. Maar Liam, die heb ik in bed gelegd, want die had zoveel prikkels gehad.
Ze hadden modderdag vandaag. Vindt hij hartstikke leuk, hartstikke geweldig. En dat is prima. Maar ja, die heb ik op bed gelegd. Ik moet dadelijk om 2 uur Jordi weer gaan halen. Dus dan haal ik Liam en Sam weer uit bed. En Sam ligt er ook in, want die was ook hartstikke moe. Dus ja, dat. Dan heb ik even een uurtje in mijn uppie. Even rust. Prima. Een vriendin van mij zei, leg hem gewoon in bed. Want dit gaat hem zo niet horen voor jou. En dat klopt. Dus ik ga even rustig eten. En even mijn ding doen. En dan kinderen weer uit bed halen. Oké, ik vind wel iets heel grappigs. Sammy heb ik wakker gemaakt. Beneden neergezet. Drinken gegeven. Kleren verder aangedaan. In de auto gezet. En hij dacht bij zijn 9 houdoe. Ik slaap verder. Nou, we hebben Jordi in ieder geval opgehaald. En die is blij. We gaan lekker naar binnen. Boe. Kiekeboe. Niet slaan, niet jezelf slaan. Niet zo hard doen. Je bent druk. Ik heb Je bent druk. Ja. Ja, ben je net lekker gedoucht door papa? Papa is wel lekker gedoucht. Doei. Zeg je doei. 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 Zeg maar. Ha 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 ha!
Hi. Ben jij er ook nog? Ja. Ja. Ja, ik moest voor jou iets wegbrengen. Nou, maandagavond ben je wel thuis geweest. Dinsdagavond ben je niet thuis geweest. Gisteravond was je heel laat thuis. En vandaag moest je de koelkast terugbrengen naar mijn ouders. Ja. En morgenavond ben je ook niet thuis. Nee. Dus. En dan weer 2 dagen wel. Dan heb ik weer 2 dagen last van jou. Mm-hmm. Maar goed. En dan verlang je weer dat ik weg ben. Soms. Ik ga er niet om liegen dat het niet zo is, maar af en toe vind ik het ook wel fijn als je er wel bent, toch? Oké. Nee. Maar goed, kindjes slapen en wij gaan deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.